van de dieren die je wil opeten, wil je eigenlijk het liefste dat die een heel goed leven hebben gehad. Dat is beter voor de dieren natuurlijk, maar het is zelfs ook beter voor jezelf. Want dieren die een goed leven hebben gehad, die zijn ook wel lekkerder. Maar er is nog iets, die dieren die moeten ook dood. En dat moet goed. Heel snel, zodat de dieren er zelf geen last van hebben. Ik ga nu naar een bedrijfje dat dieren doodmaakt op een hele nieuwe manier. Razendsnel. Daar ga ik naar kijken. Gezellig hier. Levende kreeft. Levende kreeft en een beetje water in een zakje. Wat ga je hier nou mee doen? We gaan de kreeft zo pascaliseren. Wat is dat? We gaan straks een hele hoge druk aanbrengen met water. Een beetje vergelijkbaar als het diepste puntje van de oceaan. Dus we gaan eigenlijk hem meer in zijn natuurlijke omgeving brengen. Diep onder water. Wat is het diepste punt van de oceaan? Het diepste puntje van de oceaan, dat is in Japan. Dat is 11 kilometer diep. Ja? Dat heet de Mariana Trog. En dan heb je 1000 bar. 1000 keer meer dan hier de omgeving is. Dus 11 kilometer water boven dit beestje. Dat ga jij... Om precies te zijn gaan we nog een beetje meer druk toebrengen. Maar waarom zo'n hoge druk? Wat er dan gebeurt is dat hij op een... Dat het vlees loskomt van de schaal. Dat gaan we straks wel zien. En hij gaat dood? Hij gaat ook dood. Ja, hij gaat ook dood. Maar je hebt ook oester. Ja, die zit hier. Doe je dat daar ook mee? Ja, waarom? Ook oesters kunnen we pascaliseren. Maar ik ken het begrip Pascal, ken ik. Pascaliseren is volgens mij een nieuw werkwoord. Pascal, dat is inderdaad een eenheid die voor druk staat. Ja. En pascaliseren betekent dus iets op druk brengen. Ja, maar... Ja. En als je het vergelijkt, er bestaat ook een proces dat heet pasteuriseren. Ja. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt om sappen of levensmiddelenproducten te verhitten. Louis Pasteur. Van Louis Pasteur, zo is het. En dat betekent dat we iets op 80 of 90 graden Celsius brengen op warme temperaturen. Ja, maar dat is dit niet. Nee, totaal niet. Dit is op koud. Dus koud pasteuriseren. Pascaliseren is... Koud pasteuriseren. Zo zou je het kunnen zeggen. Bacteriën doodmaken, maar verder blijft alles zoals het was. Ja. Dit is de machine. Ja, kijk eens. Dit is de pascalisatiemachine. Ga je gang. En deze kreeft hierin doen. Ja? De oesters ook? Ja, alles. En de kreeft? Tegelijk. Gewoon tegelijkertijd erin. Zo, daar gaan ze. Het is een moot gezaagd uit de loop van een modern kanon. Een buis van maar liefst 30 centimeter dik staal. En daar gaan de beesten in. En aan beide uiteinden van de buis gaat een cilinder naar binnen. De ruimte in de buis wordt volgepompt met water, waarna de cilinders dat onder waanzinnig hoge druk brengen. Nou, daar zijn we dan. Zo uit de machine. Zo uit de machine. Oesters. Hé, hey, kijk, moet je kijken. Komt, hij staat open zo. Ja. En hij komt er zo uit. Ha! Hoe niks meer te doen. Leuk, hè? Ja, de spier die gaat er ook in. Ja, alles zit erin. Er blijft niks meer achter. Fantastisch. Moet je er veel troep van maken. Even kijken hoe ik dat zou doen. Want hij is niet gaar. Nee, hij is nog helemaal rauw. Hoor. Hij is nog helemaal rauw. En je ziet het ook aan de kleur, hè? Wil jij het even doen? En je kan hem waarschijnlijk gewoon zo eens losmaken. Kijk. In ieder geval hier de staart.
druk heeft de kreeft doodgemaakt en dat ging snel. Maar in het beest is meteen iets veranderd. Het vlees liet los van het panzer. De kreeft kan worden uitgekleed en zonder panzer weer in elkaar gepuzzeld worden. Nooit eerder heeft iemand een kreeft zo spiernaakt gezien.